Comme ci, comme ça. Dat was zijn lijfspreuk, zeg maar. Laatst zat ik te smoezen in mijn stamcafé. Het ging de gruwelijk heer tot een uur of twee. Ik had een stuk in de kraag. Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. We zitten nou te praten, maar als Ox hier nou gewoon binnen zou lopen, hey Dick, dan zou ik dat gewoon geloven. Het is natuurlijk de werkelijkheid dat hij dood is, maar dat je het voor kunt stellen, dat is een heel raar gevoel. Hij heette Jan van Os en op de een of andere kromme wijze heeft hij dus verzonnen Dr. John from Ox. Nou, dat werd in de loop der jaren werd dat Ox. In feite was hij wel getrouwd met de rock'n'roll. Hij leefde voor de rock'n'roll, de show en zijn kippen. Het gezin van Os bestond dus vader, moeder en dan twee jongens. Ik, Benny en Appie en Jan en Marietje. De meisje en een koopje. En Jan was dus een nakomeling. Ja, en die werd dan ook op handen en voeten gedragen door iedereen eigenlijk. Jan heeft, zover ik het mij kan nagaan, een goede jeugd gehad. Jan is naar de ambachtsschool gegaan, wat heeft hij geleerd? Ja, lastig. En bankwerken ook. Want er was ook handen, dat kon hij ook allemaal. Hè. Hij straalde toch wel uit dat hij er schik mee heeft. Kijk, daar zit hij achter de. Zie je dat? Dat is ook op school, op die ambachtsschool. En dan kun je dat wel zien, dat kan je dat hele jong wel zien. Dat is geen. Dat is gewoon, niet omdat mijn broer het is, maar het is gewoon. Het was vroeger al een spontane, vrolijke, een leuke knaap. Ja, echt hoor. Er zaten wel twee verschillende personen in dat ene lichaam eigenlijk. Dat heb ik altijd wel begrepen. Ik denk dat ze elkaar alle twee nodig hadden. De onzekere, schuchtere. Jan van Os die het netjes wilde doen en goed wilde doen en de halve zool, landloper, podiumbeest, idioot, Ox. Ox is Ox, ik bedoel, door zijn doen, door zijn aanwezigheid alleen al is het, stal hij al de show, vond ik. Het is natuurlijk wel een bijzondere man. En op podium is het koekoek. Want hij heeft dan ook bij de jongens van Normaal heeft hij helpen opbouwen en afbreken. Ja, hij had natuurlijk ook zijn postuur voor, want dat is ook allemaal geen lichtwerk als je dat moet doen. Dus ja, en het was mooi meegenomen dat door ook steeds meer interesse verkreeg en dat hij zelf ook ging jengelen op die gitaar. Ja, en daar had hij wel, ja, daar kreeg je steeds meer schik in. 1969, zaaltje in Langerak, Ox op het podium met een gitaar vast. In de net, boven de zaal waar de flessen, lege flessen in zaten. En de hele boel kwam naar beneden toe. En dat was mijn eerste impressie van Ox. En iemand die als een beest tekeer ging op het podium en speakers vlogen in de brand, al die dingen meer. Toen dacht ik, dat is hem wel, dat is de echte rocker. Nou, dit is de bas die ik ooit nog een keer aan Ox verkocht heb. Dat was in 1985. En die was toen fonkelnieuw. En dit is een Fender Precision bas. Dat is een van de fijnste basgitaren die er is. Maar deze bas die werd gewoon op een versterker geroust als het ware. En dat, nou, vandaar die nou zo gehavend uitziet. Maar hij klinkt er misschien daarom wel zo goed door of nog beter door dan hij ooit gedaan heeft. Dit is hem. De Ox bas. Jullie bent ver over de 30.
En jullie zingt alleen maar over seks en neuken en breuken. Heel veel allemaal. Seks, drugs, geen drugs, maar seks en bierzoepen en ouwe hoeren. Dat is het mooiste wat er is. Dat vind ik wel. De stripacts vulden de teksten van de nummers aan die natuurlijk over seks en rock'n'roll gingen. Laat het daar maar ophouden. En achtcilinderauto's en veel alcohol en dat soort zaken. Uiteindelijk wil je als band toch ook naast de gebruikelijke t-shirts en misschien wat petjes en zo wat anders hebben. En toen hebben we gebrainstormd. Afijn, Ox is wel de grote leider hierbij geweest. En die heeft uitgevonden het Oxband Neukkleedje. En dat hebben we dus zo kunnen laten maken. En daar zijn veel fans blij mee geweest. En ik heb ook begrepen dat er ook al een aantal mensen van de generatie rondlopen die op dit kleedje zijn verwekt. Dus wat dat betreft, hè, volgens Ox had dit vruchtbaarheidskrachten. Je weet maar nooit. En jullie waren toen ook met het seksprogramma van Veronica, die was toen van, hoe heet dat, Seks voor de... Seks voor de Boeg. Die Menno Boeg, die zei toen in zijn programma van, ik zoek eigenlijk een band die ook wat pikante rock en roll maakt of die wat dingen doen. Als er bands zijn in het land, laten ze zich melden. Nou, toen hebben wij natuurlijk voor de gekkigheid onze cd met dat kleedje toegestuurd. Ja, ja, dan ging het weer net mis. Hè. Wij zouden optreden en zouden zij een stripper erbij doen en dan zouden ze filmen. Dan krijg je de kans om voor tv met weet ik wat en wat gebeurt er dan? Ox die zou op zender spelen, geloof ik. En op de een of andere wijze had hij uit karigheid had hij geen nieuwe batterij in zijn zender gedaan. En nou ja goed, dat kan dan nog gebeuren, maar dan een reservekabel. Ja, toen had hij alleen nog maar een heel lullig kort snoertje. Terwijl die meid daar aan het dansen was en zich helemaal uitkleden en hij er met de bas onderdoor moest, weet ik wat. Dat kon hij niet doen, want hij stond gekluisterd aan de bas met zo'n kabeltje, stond hij dat te passen. Ja, ja dat dacht ik echt, hoe krijg je voor elkaar? Als hij dat soort dingen wat beter in lijn had gehad, dan was het beter gehad. Want het ging soms geweldig waar je het niet verwachtte. En waar alles goed was geregeld, denk je, en alles georganiseerd en gedaan, dan was hij in staat om de zaak dus in de soep te laten lopen voor hemzelf vooral. Ik heb vrijdag zondag op de zware kras gereden met zo'n smoeselig motortje de 125cc. En dan viel ik op de weg en toen dacht ik van, laat gaan dan in! En gelijk een nummer omgemaakt van, laat gaan! Laat gaan, laat gaan! Ik kan me herinneren dat hij toen gevallen is met een motor, een zwarte cross, en toen liet hij die brandwonden zien. Nou, dat was al een tweede of misschien wel derde graads verbranding. Daar heeft hij ook echt wel enkele maanden last van gehad. Maar ja, dat hoort bij het rock'n'roll gevoel. De oude kroegbaas De Pruis, die zag Ox meer. De Pruis is overleden in 1985, dus al heel lang geleden. Maar dat was eigenlijk een soort vader voor Ox. Ox kon alles maken wat een ander niet mocht. Ox liep een keer met het jachtgeweer van De Pruis om het café. En er zaten buiten mensen wat koffie te drinken. En Ox die loopt dan met het jachtgeweer, maar Ox, zo onhandig als die is, hield hij dat geweer gewoon vast maar aan de trekker. Dus in één keer ging het geweer af. Met hagel. Zo, schoot zichzelf zo wat dwars door de voet. En die mensen die zeiden, kunnen we afrekenen, we moeten hier wel weg. Want, en ook zei, spinnerij. Als ik dat had gedaan, dan had ik hier nooit meer mogen komen. Maar De Pruis, die, omdat Ox het was, was het goed. En hij had één gave, of één talent. Dat was dat heel veel mensen toch niet echt boos op hem konden worden. Sommige mensen hebben dat over zich. Iedereen mocht hem wel. Iedereen. Alleen, als Ox dus heel veel jegermeisjes op had gedronken, dan was het wel vervelend. Maar ja, ik had dan zo van, nou, dan ga ik gewoon een paar stoelen verder zitten. Hij kon ook, als hij wat gedronken had, een paar biertjes, dan ging het meestal over naar Duits. Spinnerij, Ab vom Fenster. Had hij bokbier met jegermeister, dan was het alleen croissant, komt-ie. En dan was Ox in een toestand dat hij hem beter kon mijden. We'll be right back.
was mijn eerste optreden. En ja, altijd leuke bandjes gehad met twee voeten aan de grond. Maar nou op een gegeven moment word je opgeteld met een rokje met niet al te veel staf eronder. En dan zit je bij Ox in de nek. En dat werd toch even heel uitbundig door Ox verteld tegen mijn ouders van nou, dit en dit heb ik even met je dochter uitgevoerd. Dus die waren ook heel gelukkig dat ik een bandje had gevonden. Ik voelde me niet echt veilig, nee. Nee, omdat ik het natuurlijk nog nooit mee had gemaakt. Je moet doorspelen en hij heeft ook niet twee bieren op. Dat zijn er ook heus wel meer. Hij heeft mij ook al een paar keer, is één of twee keer gebeurd met de kettingzaag tussen de benen. Dus ik stond gewoon met gewoon te spelen en hij gaat gewoon tussen mijn benen zo. En nee, daar ben ik niet vrolijk van. Ik denk wel dat sommige collega muzikanten van Ox wel eens gedacht hebben, nou Ox, kan het een tandje minder? Nee. Nou, hij dacht, oh, dat is leuk, dat kan wel. Ja, zo dacht hij. Maar hij valt ook met een kettingzaag in het publiek, ik bedoel, ja. Kom zie, kom sa. Soms zo, soms zo. Ja, en dat was bij hem zo. Hij kon zo wezen, maar het kon ook zo zijn. Ik bedoel, we hebben hem ook wel in het ziekenhuis opgezocht. Hij had een of andere, naast natuurlijk zijn ziekte laten, maar daarnaast had hij een soort van drang tot zelfdestructie, kreeg ik wel eens de indruk op het podium. Maar uit lol, uit grijn, waarbij hij gewoon onbenullig was, laten we het daar maar op houden. Maar wat wel op een gegeven moment, dat iedereen zei, wel, boah, dat is een kerel. He, dus dat, hij begreep wel dat rock'n'roll niet een starre boel was, maar ook een show was. Het was in Zelm, volgens mij. Na afloop heeft de zaaleigenaar bij hem gekomen. En die zei, je hebt krassen gemaakt daar op dat podium, maar daar zitten ook wel mensen te eten. Dat is ook een eetgedeelte, hè? Als er geen band is. Hij zegt, nou ja, zegt hij van, ja, ik heb een kras, ben uitgeschoten met de kettingzaag, maar dat stelt niet veel voor. Hij zegt, stelt niet veel voor, ga maar kijken. Je hebt je naam erin geschreven. En dat bleef hij ontkennen, maar er stond inderdaad OXX op de vloer met de kettingzaag ingekrast. En toen kwam hij een paar dagen later bij mij, ja, ik heb een schade van zoveel duizend gulden en zo, en hoe moet ik dat doen? Ja, ik denk wel dat de verzekering gaat. Ik zeg, nou, ik denk niet dat de verzekering dat betaalt. Maar schijnbaar heeft hij toch voor elkaar gekregen dat de verzekering het betaalde. Want het was een privéongeluk. En dat soort dingen had hij wel vaker. Dan draafde hij een beetje door. Mag ik saus? Als ze weer een keer geen optreden had of net hoe of wat, dan zeggen van, weet je, we moeten een keer optreden bij jou. Wanneer doen we dat? Nou ja, goed, en dan zei ik, Ox, regel maar wat. En ja, en dat werd ook geregeld. Voor hij ging optreden, was hij altijd heel erg zenuwachtig. Ja, ik ben een beetje gestrest en dat maakt niet. Ik ben nog niet aan de scheid, maar net twee Jägermeisters op en dan voel ik me al een stuk beter. Want dat gehouden heb ik tegenaan. Dat weet ik heel zeker. Right. Ik was altijd zo zenuwachtig. Ja. Ik had af en toe wel eens het idee dat al een liter Jägermeister op had voor dat optreden. Stress voor optredens, dat heeft hij gewoon. Dat heeft hij volgens mij heel zijn leven al gehad. Zelfs zo zenuwachtig dat hij echt, dat moest wel eens overgeven van de zenuwen. Maar op een gegeven moment, als hij dan op het podium ging staan en spelen, dan was het een heel ander mens en dan werd hij helemaal gek. Nou ja, en dan gebeurde dus van alles. Op een gegeven moment had hij dus gezegd van vuurwerk op podium, dat moet erbij. Nou, dat had hij helemaal geregeld met magnesiumbommen. En had iedereen verteld, je moet daar niet gaan staan, want daar, straks gaat daar die bom af. En dan zo'n flits. En de enige die er dus ging staan op het moment dat de bom afging, dat was hij zelf. Ja, en toen had hij dus de eerste en tweede graads verbrandingen over zijn benen heen. En zijn vriendin die heeft hem dus de rest van het optreden volgegoten met cognac. En zijn been gemasseerd met komkommermelk. En zo heeft hij het optreden kunnen doen. En daarna heeft hij drie weken met benen in zwachtels gelopen. Dus ja, maar hij heeft er nooit van geleerd. Hij bleef altijd wel doorgaan op die voet. Heeft u Jan wel eens zien optreden? Optreden heb ik hem eigenlijk? Nee. Nee. Nee, dat was allemaal veel te hard, man. Daar kon ik, de muziek was allemaal veel te hard. Maar ja. Nieuwsgierigheid een keer gaan kijken bij hem? Ja, maar ik hoe moet ik zeggen? Nee, dat trok eigenlijk. Ja, mijn vrouw ook niet. Die harde muziek en zo, dat trok ons eigenlijk niet. Ja,
heeft zeker een mooie zorgzame kant, ja. Die op podium niet terugzien. Hij is ook eigenlijk heel burgerlijk. Ik heb ooit een keer ben ik met een verslaggever van de krant naar hem toe geweest, 's morgens. En toen was iedereen zwaar verbaasd, want hij had hele mooie schoteltjes met gouden randjes en kopjes. Een kopje koffie met een plaatje cake, koffiebontjes eerst malen, plaatje cake erbij. En zijn favoriete Danish Blue schimmelkaasje met een stokbroodje, een glaasje wijn. En zelfs, ik was toen vegetariër, en zelfs dat hij dan ook met dingetjes uitknipt wat een vegetariër nodig heeft aan vitamine en een tabletje. Ja, neem dit maar, is goed voor je. Beetje pips. Dat soort dingen, dat zou je van Oks op podium niet verwachten. Hij had het prachtig met koffie gemaakt, met cognac erbij en slagroom en mooie taartjes en al die dingen meer. Het was net een halve high tea. En dat verwacht je niet van zo'n type. Hij was een excellent, hoe krom het ook kan zijn, excellent roestvrij staallasser. Hij is zelfs nog uit zijn kracht van de maand geweest, volgens mij. Daar schaamde hij zich voor, dat hij daar stond in zo'n krantje. Hij is schijnbaar ook constructeur geweest nog. Dat was wel een vakman. Alleen het was zijn roeping niet. Hij deed dat wel. Hij vond het ergens ook wel mooi, maar hij wilde gewoon popster worden. Ox heeft toen dat nummertje gemaakt van Gerrit Losing. Hey, hey Gerrit. Hey. Goed, toen dacht Ox van, nu breek ik deur. Want die stonden in volle stadions te spelen, bij langs crosscircuits. Maar goed, dat ging hem dus ook net eigenlijk weer mis. Ja? Hij heeft net dat laatste treetje even niet kunnen halen. Ja? En dat heeft hem denk ik ook wel eens een klein beetje gestokken. Ja? Want hij vond zich natuurlijk, ik ben de popstar. Hij was ook wereldberoemd in de regio, zeg maar Hengelo, Gelderland. Zelm, Doesburg, Steenderen en dan zo weer terug. Daar was hij wereldberoemd in, dat gedeelte. En de rest van de Achterhoek en van de wereld wat minder. Maar we hebben toch ook met de band overal gespeeld. Tot Zeeland, Brabant, Groningen, Friesland. Hij had graag in de voeten van Dengie Jolvink normaal gestaan, ja. Qua bekendheid en optredens en vele optredens. Dat weet ik niet. Ik weet wel dat ik zeker in het begin geweldig zou hebben gevonden. Maar of die dat blijvend geweldig zou hebben gevonden, weet ik ook niet. Ox en vrouwen. Ja, daar zijn we wat. Dat was altijd wel apart. Hij leefde alleen. Af en toe had hij een vriendin. En hij had zijn kippen. Ik had altijd... Had hij wel het idee dat hij een beetje afstand met vrouwen had. Maar dan heeft hij toch verschillende keren samengewoond. Eén keer over met een vrouwtje die wil gelijk de hele boel al even overschilderen. Maar dat kwam dus niet in vraag. Hè? Dat was ook zijn ding. Zo had het ingericht en zo moest blijven. Want Jan die kon dat, die vastigheid, dat kon Jan. Jan moest los. Ja, al die dingen meemaken zoals ze dat zelf het liefste wou. En een huisje, boompje, beestje, dat zag hij niet zitten? De Oxband, dat was natuurlijk zijn lust en zijn leven. Daar passen natuurlijk in principe passen door geen gezin bij. Maar ik heb wel eens gedacht van, misschien in zijn achterhoofd, heeft ooit wel eens gedacht van, een paar kindjes, een paar kleine oxjes, dat denk ik. Ben ik als verzekerd. Hij kon ook zo spontaan losbarsten, maar hij kon ook heel veel dingen in zijn eigen stilte verwerken. Jan liet niet vaak een hoop dingen lossen. Ja, dat zat niet in hem. Kippen, daar was hij helemaal gek mee. Met allerlei kippetjes. Nou, misschien zal hij er ook wel eens af en toe een de nek om hebben gedraaid. Maar daar had hij altijd eitjes van. Wij kregen ook wel eens eitjes van hem. Ja, dat vond hij dan leuk. Kippen. Maar rock'n'roll was eerst hoor. Dus dat was het. Gitaar, muziek, rock'n'roll. Eerste plaats. Tweede plaats misschien het café en de gezelligheid en dergelijke, dat weet ik niet. Maar er waren ook kippen. Bij de familie kwam hij bijna nooit. Nee, er kwam bijna nooit de familie. Hij was meer bij die knapen allemaal. Dat was eigenlijk zijn familie. Motorman,
Motorman. Motorman. Nou, hier was dan de beruchte bassolo van Ox. Dat hij in de studio op de grond ging liggen. En hier heb je geen spijkers, dus het is, je hoeft helemaal geen verwondingen op te lopen. En hij lag daar op de grond met en de bas op zijn body en met benen in de lucht. En hij speelde de beste bassolo die hij waarschijnlijk ooit in zijn leven heeft gespeeld. En dit is het resultaat. Nou ja, in ieder geval, je kunt je iets voorstellen, het ging kei en keihard. Het was een grondig gezicht. Prachtig hoor. Ik heb de eer om alle opnames van Ox te mogen opnemen, twee cd-albums hier. En daar heb ik ontzettend veel plezier mee gehad en een goede tijd hier in de studio. En, maar de laatste cd-album had hij net ingezongen en toen zei hij, ja, ik moet even naar de overkant. Hoezo dan? Ja, ik moest even naar het ziekenhuis toe, even iets laten onderzoeken. En dat was al het begin van de ellende waar hij uiteindelijk is dan overleden. We waren redelijk close, maar hij was op het gebied van zijn ziekte was hij heel terughoudend. Hij zei altijd, oh, ze hebben nog weer een vlekje gevonden, moeten ze even wegwerken, klaar. Of begin 2001, toen moest hij naar het ziekenhuis. Hè? En toen was het zo van, nou, dat, als dat gebeurd is, dan is het weer goed. Maar toen bleek dat het veel erger was. Maar ik ga daar geen andere mensen mee belasten, dat was zijn uitspraak. Het was niet met een kopje koffie zo, hoe gaat het? Nee, dat was altijd wel goed en dan kwam het volgende onderwerp weer. Tot een half jaar voor zijn dood heb ik nog met hem gebiljard. Toen was hij verder ook nog wel... Hij was natuurlijk inwendig al helemaal... was het kwaad eigenlijk al geschied, maar hij was fysiek was hij nog in staat om van allerlei dingen te doen. Hij heeft volgens mij tot een anderhalve maand voor zijn dood heeft hij nog opgetreden. En toen had hij iets van 38, 39 koorts. Hij is opgehaald door de Rode, ook weer gelijk naar huis gebracht. Geen alcohol erbij, maar hij speelde prima. Maar hij was natuurlijk zo ziek als ik weet niet wat. En dat is zijn laatste optreden geweest. Ja, de laatste weken ben ik nog met een stel mensen bij hem geweest. De laatste weken heb ik daar bij hem geslapen nog. Ik ben nog in feite wel op zo'n sterfbed geweest als het ware. En toen kwam het nog niet bij me. Ja, maar ja, op een gegeven moment dan hoop je op een wonder. Het is wel fijn dat ik hem nog even heb laten zien. En toen zei je ook van, ja Benny, je doet er toch niks aan. We hebben er het allemaal en no treffert me. En dan moet maar gewoon zeggen, het is het niet anders. Maar ja, hij vond het verschrikkelijk, hè. Maar ja. Maar waar hadden jullie het nog over tijdens het laatste gesprek? Ja, totaal niet over de ziekte natuurlijk. En hij had een goed leven gehad. Daar kwam het een beetje op neer. En toch weer plotseling. Ja, had ik liever zelf gewonnen als hij, zeg maar. Dat was zo jong. Ox komt van oorsprong uit Hoogkeppel en toen hij overleed was in Keienburg. Dus Keienburg heb je ook een begraafplaats, dus de mensen die de begrafenis van Ox moesten verzorgen hebben ze even geïnformeerd in Keienburg op de begraafplaats. En daar mocht hij dus niet liggen in verband, ze waren bang dat het een bedevaartsoord zou worden. Nou ja goed, dat zag ik eigenlijk niet zo zitten. Ze hebben het in Drem nog geprobeerd, lukken ook niet. Nou, en toen zijn we dus hier op de openbare begraafplaats hier in Steenden. Nou, volgens mij wilde hij wel begraven worden, maar die plaats had hij nog niet geregeld. En nee, hij heeft niks gearrangeerd als het ware. Nee, wij hebben dat eigenlijk voor hem gedaan. Nou ja, Jan die werd dus met de lijkwagen hier naartoe gebracht. En we hadden dus met ons allen eigenlijk bedacht van hier uit vanuit het café, de lijkkist met Jan erin en dan zo de zaal in. Ik heb nog niet in mijn leven zo'n begrafenis meegemaakt, maar ja, hij moest natuurlijk als een rock'n'roll ster weer te begraven worden. Rookmachine hier onder de biljart. En ik heb toen de introtape gemaakt. Ox is coming, dat werd aangezet. Ik had de afzuiging in de zaal aangezet. Dat de rook dan heel langzaam de zaal in kwam voor een mooi effect. Dus op een gegeven moment werd de rookmachine aangezet. En toen hadden we pech.
Want dat ding bleef vastzitten. En de rook die kwam dus van alle kanten. En we zagen elkaar op een meter afstand niet meer. De mismachines gingen met de kist door het publiek heen. Er waren dus 400 man. Dus op het gevuur heb hier de deuren los gedaan. Zo richting de zaal. Nou, de mensen die keken, wat is hier aan de hand? Is die echt dood of wat dan ook? Ik zag geen mensen kijken, oh, volgens mij is het een stunt wel, dan komt hij uit de kist of zo. Zo leek het, maar dat was het natuurlijk niet. En omdat de afzuiging was, kwam dus in één keer over alle rook de zaal in. En ik zag allemaal verschrikte mensen en allemaal, wat gebeurt er allemaal? En dat is spektakel. Nou, het was gewoon verschrikkelijk mooi. We stappen eigenlijk zo uit de rook met de kist de zaal in. We hebben dat wel met Benny van Osno overlegd, met familie, of ze dat wel goed vonden. En toen kwam Paul Kempers, die kwam naar me toe en die zei en tegen mijn vrouw en, jullie maken dadelijk wat met, ik waarschuw je vast. Ik zou van die dingen in de oren dadelijk, want het geeft er dadelijk even ruig aan toe. Maar het paste wel, het was wel wat Ox mooi gevonden zou hebben. Ja. Nou, er was een stuk muziek, zou ik vertellen. Nou, de stoelen die trilden op de vloer. Het was een waar spektakel, Ox-waardig. Dat is een geweldige begrafenis, klaar. Ik heb in ieder geval geen foto's. En de rest ook niet. Dus ik denk dat iedereen die hier is geweest, die het gewoon in gedachten heeft. Ik had na het overlijden gevraagd van mag ik iets van Ox? En ik heb zijn juwelen doosje. Dus de horloge van hem. Zippo, ja. Niet wetend dat hij iets rookt, maar... Zijn zegelring. Wat hij altijd droeg. Ja, wij hadden gezegd van we stoppen ermee, maar... Hij heeft twee dagen voor zijn dood gezegd van... nee, jullie moeten doorgaan. Je mag niet stoppen. Dus dan legt hij dus wel, legt hij je vast op dat moment, hè. Hij wilde, als het ware, het Ox-evangelie moest gewoon doorgaan. Rock and roll. Ox-band is gewoon Ox. Het is ook, na zijn overlijden is het altijd Ox-band, maar goed, het wordt toch anders. Logisch natuurlijk, ik bedoel, de man is weg. 2011 hebben we uiteindelijk na wikkende wegen een datum geprikt. Dat is 26 februari 2011 geworden. En toen is de Ox-band gestopt. Ieder jaar komen we hier bij elkaar en dat is dan altijd de zondag na zijn sterfdag. Dan zitten we even hier, nemen we even een bakje koffie. En dan gaan we dus naar het graf van Ox. En dan moet er even een liter Jägermeister met. En dan, nou goed, dan verzamelen we ons even in het graf. En dan schenken we even een Jägermeistertje in. Een bekertje. Want dit hoort natuurlijk ook bij de traditie van elk jaar. Hoe heet het? Huismerk. Ja, huismerk. Nou, dat zat erop. Ja, dat is genoeg voor de nolenstomp. Van genoeg gaat. Oh, kijk, je hebt een wijnglaasje. WSOP, Wrek de Smerige Olle Pruddel. Tiende keer? Ja, de tiende keer. Geet erop. Oké, okay, daar geeft hij dan. Olle stoppen! Nox, nox! Nox, nox! Nox, nox! Alle stompen! Nox, nox! Nox, nox! Nox, nox! Proost, jongen. We zijn weer bij hem geweest. Hoeveel flessen hebben we er nog staan? 2, 3? Nou, dat redden zich wel met. Dat redden zich wel met door de feestdagen. Ja, ja. Daarmee. Tot de volgende keer. Af en toe dan denk ik nog wel eens van God, als hij geleefd had, van wat... Zullen nog op podium bestaan hebben? Het geloof ik sowieso. Ik kan hem natuurlijk ook niet uit mijn hoofd bannen. Hij komt toch ongevraagd binnen of ik nou wil of niet. Dus dat kan je niet afsluiten. Dat doe ik ook niet, maar het is natuurlijk... Ja, voor de mensen zelf is het vaak van oké, 10 jaar... Goh, is die alweer 10 jaar? Ja, hij is alweer 10 jaar overleden. Zo gaat het dan, hè? Ja, goede oudheid. Heel cliché, maar goede oudheid. Absoluut, ja. Ik ben blij dat ik hem heb mogen kennen. Ja, je hebt toch wel een mooie... Een mooie tijd gehad. Alleen het is, ja, het is gewoon jammer dat we zo snel afscheid hebben moeten nemen van het leven. Dat is gewoon jammer. Ja! Zo, dat heb je ook weer gehad.